De verliespolie van het Feyenooster ziekenhuis is gelegen in het geboortecentrum. Een plek die volgens verplegend personeel in de teken staat van welkom heten, maar ook van afscheid nemen. In plaats van de roze wolk is het gelijk een, een zwarte wolk. Maar ondanks dat verlies kunnen ze er toch heel mooi afscheid van nemen en hele mooie herinneringen maken. En bij het maken van die herinneringen wil het personeel van de verliespolie te hulp schieten. Een van de verpleegkundigen is Debbie Jansen. In 2013 trof het noodlot haar gezin. Na een gewone zwangerschap ging haar zoon van vier weken ineens hard achteruit en moest naar het ziekenhuis. En er kwam er heel snel aan het licht dat hij een, uh, iets aan zijn hart had. En dat het echt wel ernstig was. Hij is diezelfde avond nog overgeplaatst naar Utrecht. Om te kijken of ze daar nog iets voor hem konden doen. Dat bleek helaas niet. En eerst enkele uren na aankomst in Utrecht is hij overleden. Na het overlijden van haar zoontje zat Debbie de resterende weken van haar zwangerschapsverlof alleen thuis. Haar partner ging werken en de andere kinderen konden weer naar school. Zelf merkte ze toen dat praten over het verlies haar een enorme uitkomst bood. Je wil heel veel over hem vertellen, over zijn, he, zijn bestaan, hoe belangrijk dat hij was en nog steeds is voor ons. Je wil met iemand praten. Naast een luisterend oor wil het personeel van de verliespolie ook zorgen uit handen nemen. Zo wordt daar onder meer ondersteuning geboden tijdens de voorbereidingen op het afscheid. Nou, we hebben heel veel materialen beschikbaar die ook gratis zijn. Uh, bijvoorbeeld, het is echt voor de allerkleinste kindjes kunnen we een heel mooi wiegje aanbieden in verschillende maten. Inmiddels is de verliespolie een jaar geopend en passeerden diverse casussen al de revue. Het kan zijn inderdaad dat ouders na diagnostiek... Voor een keuze komen te staan om eventueel een zwangerschap af te breken omdat er toch wel medische redenen zijn. Hè? Bijvoorbeeld het kindje is niet levensvatbaar. Sommige ouders hebben helaas de pech dat ze acuut gaan bevallen. Uh, ook na de geboorte dan hun kindje plotseling verliezen en dan in een rollercoaster terecht gaan komen. De komende dagen is het wereldwijd Baby Loss Awareness Week en wordt er stilgestaan bij babysterfte. Hoewel het voor velen voelt als een ver van bedshow, kan babysterfte vaak dichterbij zijn dan men denkt. Dan realiseren veel mensen zich hoeveel ouders er toch in stilte verdriet hebben. Dat er achter de voordeur heel veel verdriet is. Het geboortecentrum wordt aangelicht de hele week met roze en blauwe verlichting. Om te laten zien: van ook deze kindjes mogen er gewoon zijn. En hun naam mag genoemd worden. En ze blijven, ja, ze blijven ook genoemd worden binnen ons geboortecentrum. Daarom is het gewoon belangrijk dat mensen zich realiseren dat zwangerschap ook niet zomaar vanzelfsprekend is, een gezond kind krijgen ook niet zomaar vanzelfsprekend is, dat er helaas ook kinderen kunnen overlijden, maar dat we daar wel een waardig afscheid van kunnen nemen.